is gewoon al helemaal omgemonteerd door de politieauto. Oh, dan moet ik... Ah! 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 Ik kan het niet trappen. Ophouden. Nee, ophouden nou. Kijk, oh, hij gaat wel. Hij gaat inderdaad. Oh, we moeten snel zijn voordat hij opzet. Dan moet hij erin. Nee. Ah! Wat ben je nou aan het doen? Ja, ik moest zo nodig en ik denk als ik nu naar de wc loop, dan haal ik het niet meer en dan stroomt alles door mijn broek. Ben je nou aan het plassen? Gerard, ben je nou aan het plassen in de gootsteen? Ja. Wanneer komt die man nou van je auto? Klokje. Klokje, ja. Ga jij even naar je klokje kijken. 2:30. Er is hier letterlijk geen klok. Wat heb je het over? Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. En nou, vandaag ben ik bij opa Gerard thuis. Hij heeft in de gootsteen geplast. Maar dat is niet erg, want vandaag, kijkers, vandaag krijgt opa Gerard een nieuwe auto. Voordat we nou gaan kijken naar zijn nieuwe auto, moeten jullie allemaal zeker eventjes abonneren. Reageer dat je bent geabonneerd. En dan geef ik jouw reactie een hartje. Hoe prachtig is dat nou? Oh, ik hoor de toeter al. Ik hoor hem. Ik hoor de toeter. Hij is er. Daar is hij. Gerard, kijk. Wauw. Hoe kom je aan het geld van deze voor deze auto, Gerard? Is dit mijn auto? Ja, dit is je. Kijk nou. Hele goeie geile morgen. Hey Johan, hoe is het? Ja, we hadden even telefonisch contact en gaat over deze mooie auto. Ja, daar is die dan, hè. Wat een mooie auto. Gefeliciteerd, Gerard. Dankjewel. Gefeliciteerd. Hoe kom je aan dat geld? Dit is echt een hele dure auto. Goed, nou bak ik koffie. Oh, wacht. Ik word gebeld. Jongens, ik word gebeld. Wat leuk, ik word bijna nooit gebeld. Hallo, je spreekt met Henkie van Henkie's Monteurder met Henkie. De hele goede middag is met regisseur Rex. Met wie? Rechercheafdeling. Spreek met Henkie. Ja, maar je spreekt met Henkie van Henkie's Monteurder met Henkie. Goeiedag, ik spreek met regisseur. Ja, je spreekt met regisseur Rex van de rechercheafdeling van de recherchedienst. Kunt u wat luider praten, Rex? Zou het beter? Ja, dat is beter. Oké, nou, ik bel even om even wat te vragen. Nou? We hebben een collega 10 jaar in dienst vandaag. 10 jaar alweer? Ja, echt? 10 jaar gaat. De tijd gaat snel. Het gaat de tijd ook snel. De tijd gaat heel snel. Ja. Dus we willen hem eigenlijk verrassen. Je wil hem verrassen? Waarmee? Ja. We hallo? Hallo? Ja, zeg het maar. Oké, ja, ik zeg het. Ja, zeg het maar. Ja, mag het? Ja, ga maar dan. Ik heb een papier bij de hand. Oh, nee, wacht even. Ik pak even pen en papier. Nee, dus eigenlijk willen we hem verrassen. Wacht. Shoppen. Oh, nu heb ik opgehangen. Dat is ook niet zo handig. Wacht even hoor. Dit is niet zo slim. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Dit is de voicemail van regisseur Rex. Wat de voicemail. Rechercheafdeling. Spreek een bericht in. Na de piep. Hallo, je spreekt met Henkie van Henkie's Monteurder met Henkie. Bel me. Oh, hij belt er weer. Nou, kijk hoe snel dat gaat. Hallo, met Henkie van Henkie's Monteurder met Henkie. Goeiedag, ik spreek met regisseur Rex van de rechercheafdeling. Hallo, Rex. Goeiedag, u had me gebeld. Wat bedoel je, u had me gebeld? Ik heb belde mij, ik bel je terug. U had mijn voicemail. Rex. We hebben een... U heeft pen en papier bij de hand. Ik haal het wel. Ik leg het nog 1 keer uit, daarna moet ik door met de recherche dingen. Ja, wat is het idee? Waarom bel je me? Wij willen Harry verrassen. Ja. We weten dat hij een grote autoliefhebber is. Oh. En wij zijn altijd het laatste bureau wat nieuwe auto's krijgt. Ah, oh, dat vind ik niet leuk van jullie. Nee, dat vinden wij ook niet leuk. Zou je iets kunnen maken? Gewoon een schitterend voertuig, wat ook handig is voor de politie. Een schitterend voertuig? Wat handig is. Ja, ik weet al wel iets hoor. Rex. Waar? Wat dan? Dat kunnen we even bespreken. Nee, dat is een verrassing. Dat gaat een verrassing zijn. Rex, ik ga het regelen. En de prijs dan? Ja, ik zie je zo meteen. Doei. De prijs, dag, Rex. Zo, nou oké. Wat prachtig. Het moet een supersnel voertuig zijn. Supermooi. Wat ook handig. Yo, ja. Mijn pand is leuk. Hoe heb je dat nu voor elkaar gekregen? Ik keek naar een hijpoef. Je keek naar een hijpoef? Welk band? Je banden zien er nog wel goed uit, Gerard. Ja, mijn bandje is leuk. Oh mijn god. Zo. Hé, waar kom jij vandaan? Hey, thuis. Ja, ik was een kopje koffie doen met de buren. Auw. Wat vind je van Gerard's nieuwe auto? Die is van Gerard. Gadverdamme. Dat is leuk. Waarom heb je een burger in je handen, Gerard? Gerard, er komen vanavond nog wat mokkeltjes langs. Dus ik hoop dat het huis schoon is. Moet je de kelder ook even schoonmaken? De
flinke gelden. Oké, Geenhard, ga jij lekker naar binnen. Ik ga je band repareren voor je. Dan kom ik eraan, oké? Henkie, ik ga even douchen. Ga jij even douchen, Geenhard? Ik ga je band repareren. Dag. Maar ga jij... Wat gebeurt hier allemaal? Weet je wat nou het idee is? Als ik er nou even snel een band op zet, kan ik deze auto misschien wel mooi gebruiken als auto voor Harry van Rex. Ja! Zo. Dat was mijn ritje. Ben je nu al klaar met fietsen? Ja, ik dacht ik ga even een proefritje maken in deze nieuwe auto. Toos, wacht, de band zit er nog niet op. Ik zet heel even snel de band erop. Nou, dan pak ik eerst even wat drinken nog. Oké, en dan is hoppakee, laatste moe sleuteltje. Ja, zo. Nou, dan is hij klaar, dan ga ik hem nu stelenen van Gerard. Hij krijgt hem terug. Ooit, als hij hard genoeg werkt ervoor met nieuw geld. Maar dat maakt niet uit, Toos zei dat hij hierheen zou komen, maar... Ik kan er niet op wachten, ik moet nu gaan. Ik had mijn afspraak met Rex om dit vandaag af te hebben, dus Gerard, dankjewel! Oh, wat top dit! Wat mooi! Oh, laten we deze snel naar de garage brengen. Ga hem even ommonteren, Oh ja, monteren is wel een woord. We gaan deze even mooi maken voor politieagent Harry. Ah, zo, daar zijn we bijna. Wat fijn om eindelijk weer lekker gewoon thuis... Oh! Ja, joh! Toos! Dan moet je heel goed luisteren! Ja, waar kom jij vandaan? Ik heb mijn longen uit mijn lijf van de fiets. Ik heb ze een paar keer opnieuw op moeten pakken, die longen van me. Want jeetje, wat rij jij hard zeggen. En ik dacht dat ik mee mocht. Ik wilde een ritje doen en ineens ben je weg. Ik heb zelfs een andere kleur fiets gekregen. Waar komt die kleur ineens vandaan? Ja, zo hard heb ik gefietst dat de lak er vanaf is. Oké, stap in, Toos. Och, jeetje, Mina. Toos, ik moet je wat verklappen. Wie gaan we klappen? Nee, heb je ruzie? Ik moet je wat gaan verklappen. We zijn hier met Gerards auto. Gaan we verklappen? Wie is ver? Nee, we gaan deze auto gaan we ommonteren. Ja, waarom? Gerard heeft hem net. Ja, maar hij is voor een agent. Het is voor... Stap eens even uit. Het is voor het goede doel, Toos. Dat moet je vertrouwen, oké? Oh, welk doel? Goede doel. Ik haat collectanten. Je mag alsjeblieft niks tegen Gerard vertellen dat dit zijn nieuwe auto is, oké? Nee, dat is goed. En beloof je het me? Ja. Beloofd? Ja. Wat ga je doen, Toos? Even Gerard appen. Waarover? Ja, zijn auto is weg. Nee! Ik ga de doos pakken en dan ga ik deze even snel ommonteren, oké? Hoi, Gerard. Toos, hang op. Ja, waar ben ik? Waar zijn we, Henkie? Bij mijn garage. Bij de garage, ja, wat dan? Nee. Nee, joh. Dat meen je niet. Oh. Wat is er? Echt? Wat is er gebeurd? Ja, boeit me niet. Tot zo. Wat is er gebeurd? Ja, hij is heel boos, zegt hij. Waarom? Ja, weet ik niet. Ik zei dat het me niet boeide. Oh, dat gaan we doen. Dan moeten we wel opschieten. Pak jij snel hier een doos, dan pak ik daar een doos. En dan veranderen we deze auto in een andere kleur. Wat voor kleur? Een politiekleur. En hij moet even... Oké, pak ik wit. Oh. Hier ligt dat niet. Oké, ik pak wel wat andere dingen. Zo, en dan pakken we de laatste doos. En dan kijk, wat is hier prachtig. Oh, hij is gewoon al helemaal omgemonteerd tot politieauto. Oh, dan moet ik... Ah! Huh? Ah! Au, mijn hoofd. Oh, die bloedplek. Ik had niet door dat je in de auto zat, joh. En ik had niet door dat jij erachter liep. Henkie. Ah, wat, hij is mooi, maar je hebt... Hey. Je hebt hem weer beschadigd. Nu moeten we de laatste lakker... Ik kwam net met de Henkie lager overheen, waardoor je nooit meer kapotte dingen zal zien. Dan mag je jezelf helemaal gaan inlakken, oké? Want wat ziet hij er prachtig uit, hè, Toos? Kijk, en die dingen die inhammen die we hier voor aerodynamie hebben gedaan. En de grote spoiler erop en zo. Oké, dan zetten we de lakker overheen, zo. Nou, Toos, ik heb de Henkie lakker overheen gaan. Als het goed is, zou die nu niet meer kapot moeten gaan. Ja, ik heb binnen even een doekje nog over heen gehaald. Want toen jij net en ik daar... Spuug. Kijk, wat een prachtige binnenkant. Kijk eens. Ah, die stoelen. En een rood dashboard daar. En een stuur, dat kan naar rechts. En een stuur kan naar links. Gewoon mooie, Toos. Ja, weet je waar ik alleen wel last van heb? Nou? Mijn knieën. Oh, het is een beetje krap, hè? Ja. Ja, ik snap ook niet dat Gerard in zo'n auto rijdt. Waarom deed je dat, Toos? Sorry. Oh, en hij is zo mooi, die achterkant ook. Wat vind je van het nummerbord die we erop hebben gezet? Ja, dank je. Hoezo dank je? Voor mijn achterkant. Nee, ik heb het over de auto, Toos. Ik heb het niet over jouw achterkant. Oh. Oh, god. Oh, nee. Hey! Oh-oh. Hey. Toos! Toos! Wat doe je? Ja. Toos, ik zei lopen. Ja! Gerard, wat doe je hier? Ja, ik ben boos. Ik ben niet meer dat jullie hier waren. Ja, ja klopt. Waarom ben je erin gelopen? Waarom heb je niet je nieuwe... Dat is zo mooi. Ja, mooi, hè? Waarom heb je niet je nieuwe auto gepakt? Ja, weet je wat er gebeurd is, denk je? Nou? Ik ging douchen. Ja? En ik kwam terug. Ja?
En is hier gewoon weg! Nee. Ik heb ook wel gezongen in nachtkastje, ja? Nachtkastje, keukenkastje, maar ik kan nergens vinden! Nee! Ja, nou goed, weet je, zet dat opzij, weet je, we hebben een mooie auto. En het ging erg snel, want die rode strepen hoefden we niet eens te lukken. Nee, die waren, dus zaten er al zo op, die rode strepen. Ja! Zullen we naar de politie toe en zeggen dat mijn auto gestolen is? Nee, ik wil niet naar de politie. Ik heb ruzie. Hoezo heb je ruzie? Met wie? Ja, met ruzie. Nee, met de politie. Je hebt ruzie met ruzie. Dit kenteken is mooier, Gerard. Wacht even. Ah! Is het gelukt? Hij is dood. Yes! Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Hij is dood, Toos. Yes! Yes! Ik zit me nog steeds te verwonderen over die scharnieren die ik weer die deur heb gezet. Dat die deur zo daar open kan. Ja, jij zei wel dat dit een goede scharnier... Ik was te laat. Mag ik mijn vuil afmaken? Wel lekker wachten. Toos, ga verder. Deuren. Wat stak je vuil? Dat was het! Je wil zo graag je vrouw afmaken. En het eindigt met deuren. Ja. Oké, Toos, we moeten... Hoezo nee? We moeten eerst nog eventjes langs de eerste test. Ben je er klaar voor? Ja, op zich wel. Op zich wel. Maar weet je wat de eerste test is, Toos? Wacht! Wat? Oké, ja, kom eraan. Paniek. Wat is er? Paniek. Paniek, maar... Geen paniek. Geen paniek, oké. Ja, toch wel paniek. Draai om. Moet je het eerst doen, Toos? Ja, nee, we moeten heel even wat ophalen. Oh, waar dan? Waar moeten we helemaal heen? Oh, god, waarom ben je nou niet binnen? Toos, wat ga... We moeten een test doen! Deze auto is voor Harry. Hij werkt al 10 jaar bij de politie. Rex had me gebeld. Toos, wat ben je nou allemaal aan het doen hier? Waar ga je kleding kopen? Oh, waarom loopt hier een hond? Kom mee, Fifi. Fifi? Een hond? Ja, Gerard heeft een nieuwe auto gekocht. Hij bijt! Kom mee! Hij bijt je! Dan gaat die hond nou de hele dag mee. Kom mee! Hup. Waarom moest die hond nou mee? Ja, nou weet je wat het is? Waar Gerard komt heeft een nieuwe auto gekocht. Ja? Ik heb een poedel Fifi gekocht. Oh man. En ik had hem bij de kapper gelaten. Hij moest naar de hondentrimsalon. Maar dat is een kledingwinkel, dat was geen kapper. Ziet hij daarom zo lelijk uit? Ik snap dan niet waarom die half kaal was. Maar we gaan de eerste test doen. Nee, eerst even verhaal afmaken over mijn hond. Oké. Geknipt. Ah, Toos, daar zijn we dan eindelijk. Jemig, zo, wat zijn we hier lang niet geweest, zeg. Ah, mountaintje, wat heb ik dat gemist, zeg. Ja, ik wat ook. Wat een lange rit. Is Fifi kom er? Maar, hondje. Ga maar even naar de wc of zo. Kijk, wat hij op zijn poot heeft, heeft hij ook op zijn staart. Wat, wat hangt er ook tussen zijn benen? Dat is Fifi's Bivi. Hey, ze heeft een vrouw doodgebeten, joh. Waarom heb je dat... Auw! Ja, auw! Pak hem, Toos! Doe iets tegen hem! Nee, niet trappen! Ophouden! Nee! Toos, ophouden nou! We gaan van Mount Danger af. Echt, en gaat het heel vaak fout. Dus ik dacht, wat nou als we eens voor goed geluk een offer brengen? Ja, oh, goeie. Ja, hè? Ben ik er meteen vanaf. Ja, dus ik dacht nou, wat nou als we Fifi offeren? Ja, vind ik een topplan. Ja, oké, wacht. Ik leg je plan uit, Toos. En dan gaan we het doen. Oké, kom. Oké, Toos, snap je het plan? Ja, dat snap ik. Je volgt het plan helemaal. Huh? Heeft hij dat? Waarom ben je niet van? Oké, het is tijd om te offeren, Toos. Volg het plan. Ja, Fifi, volg Fifi, het plan. Wil je de bal? Wil je de bal? Ja, komt ie. 1, 2. Hop, pakken! Pak hem, Fifi! Pak hem, Fifi! Oh, pak hem, Fifi! Ik kan het! Ja, goed zo! Goed zo, Fifi! Rennen! Bijna! Bijna! Rennen! Ja! 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 Nou, dat ging... god, Toos, nee. Oh, Toos. Ik denk... Oh, nee. Toos, het offer is fout gegaan. Toos, nee. Zo kunnen we... Zo kunnen we toch niet van Mount Danger! Toos! Nee, nou is veel te glad! Toos, nee, naar het offerpunt! Naar het offerpunt! Het is glad! Het spijt ons, Fifi! Toos, doe er iets aan. Ja, doe iets aan het weer. Dit gaan we doen. Toos, je kan het. Je hebt het al eens eerder gedaan. Het weer van Dummy is deel 2. Toos, oké. Okay. Ja, Toos, doe het. Wacht, we moeten het zelf doen. Zo, ja. Heel goed. Oké. Okay. Je stinkt een beetje. Lieve berg, lieve grond, lieve hemel. Sorry dat het loog. Maar maak het nou weer droog. Ik doe er nu iets tegen. Stop nou met die verschrikkelijke regen. Toos. We lijken op een verzopen kat. Dit gordijn is helemaal nat. Nee! Nog een offer! Ja, nou... Mijn nek! Het is zo glad, ik glijd door! Toos, help! Toos, ik vang je op! Kom, Toos, kom terug! Toos, ben je er klaar voor? Nee, eigenlijk niet. Ik ben nog steeds nat. Ja, ik ben ook helemaal doorweekt. Gewoon aan Mount Danger, hier weet je de eerste regels. Deze moet altijd even naar beneden. En dan gaan we, Toos. Ik ben er helemaal klaar voor. Hey, Gerard. Waarom word je weer gebeld? Kom maar naar de tunnel.
De tunnel? Ja, welke tunnel? Verzin dat lekker zelf. Welke tunnel heb je het over, Toos? Nee, ik ben niet met Henkie. Ja, toch wel, grapje. Oké, okay, daar. Oké, okay, Toos, ben je er klaar voor? Mount nee. Danger in 3, 2, 1. Ja, Toos! Oh, no! Druk op die knop. Oh, oh nee. Toos! Oh, oh. Voorzichtig. Like oh, voorzichtig. Ja, we landen goed hier. Niks aan de hand, niks aan de hand. We landen goed. Jawel, zolang mijn hoofd. Mijn knieën. Oh, mijn knieën. Oh, auw. Ja, maar Toos, je kan zien dat deze auto wel behendigheid heeft. Nee. Je kan zien dat hij... Oh, ik moet kotsen, denk ik. Maakt niet uit wat we doen. Auw. Toos. Goeie behendigheid. Nog één keer op de knop. 1, 2, hoppa. Waarom doe je dat nou? Oh, nee. Niks aan. Ja, en dan gaan we zo. Hey, Gerrit. Wat doe jij hier? Ja, mag ik een kopje aan het drinken? Het regent zo net ongelooflijk. Van elke tunnel kies je deze tunnel uit. Ja, het regent toch hard. Ik denk, ik ga even schuilen zo meteen. Maar het is al met rood. Maar het regent hard. Het regent hele... Oh, het regent die netto's. Ja. Het regent in de... Gerrit, kan je de kant wel? Goed, druk even één keer op die knop. 1, 2, hoppa. Hoppa, Gerrit. Wat doe je dat? Daar zijn we ook vanaf. Toos, pas op de boom. Au, au. Ik rij niet. Maar jij klikt op de knop. Hoi Gerard. Gaat het met je Gerard? Je kopje koffie vliegt. Kun je hem ook laten verdwijnen? Ja, maar je gooit daar blijft. Komt, ik draai me op. Nou wij. Nee, ik beloof. Doei. Toos. Oh, doei Toos. Dag Gerard. Oh, daar gaan ze. Kijk wat een behendige auto ik ook heb. Oké, Toos, wist je dat de politie wel eens... Wist je dat de politie wel eens aanvallen vanuit de lucht doet, hè? Kijk, weet je wat? Wij hebben hier eigenlijk helemaal geen toegang voor. Maar ja! Zo! Hoppakee, natuurlijk. Hé, promotie! Focus dit, natuurlijk hebben we toegang. Kijk, zie je? Oh, wat een lelijk vliegtuig. Dat is het stuntvliegtuig dat ik heb geregeld. Want wij gaan voor Harry. Gaan wij het beste voertuig ooit maken? En het beste voertuig. Hij gaat volgens mij al. Wat? Het vliegtuig? Ja. Nee, joh, hij gaat dan niet. Hij wacht op ons. Hier, kijk. Oh, hij gaat wel. Oh nee, hij gaat inderdaad. Oh, we moeten snel zijn voordat hij opzet. Oh, we moeten erin! Ja. Oké, en dan kan hij weer dicht zo. Oké, Toos, ben je er klaar voor? Nee, eigenlijk niet. Hoezo niet? Ik heb dit nog nooit gedaan. Toos, dit is namelijk, stel de politie doet een keer een test, hè. Stel de politie, we gaan even omkeren. Stel de politie doet een test waarin ze vanuit de lucht aan moeten vallen, hè. Ja! Dan moeten wij er altijd bij kunnen zijn met het goede voertuig. Ja! Snap je? Ja! Oké, ben je er klaar voor, Toos? Ben je er klaar voor? Wat ik net ook al zei, nee. Oké, maar... Toos, dan gaan we. Open de deuren! Helaas. Nee. Avontuur. Oké, Toos. En dan zo nog eventjes door. Hoppakee, dan kunnen we corrigeren. Hier, dan kunnen we corrigeren. Het vliegtuig redt zich wel, Toos. Stel, ja, volgens mij niet. Maar kijk, niet want uit. Ik weet waar we moesten zijn. We moesten hier namelijk op dit kruispunt zijn. Stel, er is nou een bankoverval hier. Weet je, bij de grote bank. En dan... Zo, Toos, pak je vuurwapen. De bank moet overvallen. Dit was een geheime missie. Hier, dit is er nog. Doe je handen omhoog. Pak ze allemaal. Ja. Pak ze, je kan het. Dit is allemaal klaar. Toos, kom snel. We moeten gaan. Het vliegtuig komt terug. Het vliegtuig, Toos. Toos, ja, stap in. Toos, dit is het. Nee, dit is erin. Gered door de boom. Ze zeggen wel eens safe by the bell, maar het is nou safe by the tree. Ah, maar we zijn wel net op tijd. Zo zie je maar weer. Geheime missie vanuit de lucht is succesvol. Kijk, er rennen hier allemaal mensen over straat, Toos. Ik snap het helemaal niet. Nee, maar ik vind het wel een mooie auto, hoor. Ik vind het Kijk, hey, focus erin. Promotie. Ik vind het ook echt een prachtige auto. Ik ben er zo tevreden mee, Toos. Ja, snap ik. Maar goed, we moesten nog even... Oh, wacht. Je wordt gebeld, volgens mij. Hallo, met Henkie van Henkie's Monteur. En met Henkie, met wie spreek ik? Goedemiddag, ik spreek met rechercheur Rex van de rechercheafdeling Recherche. Hallo, Rex. Hey, spreek met Henkie, toch? Ja, ik spreek met Henkie van Henkie's Monteur. En met Henkie. Hallo, Rex. Je hebt genoegen met Henkie van Henkie's Monteur. En met Henkie. Recherche Rex van de rechercheur Rex. Wat? Je moet wat harder praten, Rex. Ik wil het even laten weten dat wij er klaar voor zijn. Oh, je bent klaar. Of jij er eigenlijk ook bijna klaar voor bent. Ik ben toevallig echt 1 minuut aanrijdend. Aanrijdend, oké. Ja, want, ik zie daar. Hé, focus drink. Wat? Nee, niks, laat maar. Want hoe lang kun je hier zijn, denk je? 10 seconden. Nee. Dat duurt me te lang. 5 uur, tot ziens, dag. 5 uur? Wie was dat? Dat was Rex van Rechercheur Recherche Rex. Maar Toos, ik moet naar de politie. Ik wil daar niet naartoe. Nee, ik ga nu naar de politie, dus je moet maar. Toos, nee, ik vind het wel heel gezellig dat je al die tijd mee... Nee, de politie zit... Toos! Nou, weet je wat? Dan niet. Heb je mijn deur opengelaten, dat meen je. Nou goed, ik ben in ieder geval bij de politie. We gaan deze even afleveren. Wat is hier prachtig!
Moet je zien, ze gebruiken mijn Hummer-model, of dat zijn Range Rovers. Gebruiken mijn Range Rover-modellen nog steeds. Wat prachtig. Ah, oh, en ik hoop echt, oh, ik hoop dat het echt geld waard is, hoor. Laat ik snel naar binnen gaan, laat ik Rex even spreken hierover. Oh, nee. Maar weet jij toevallig waar mijn auto gebleven is? Nou, meneer, u mag ten eerste even rustig doen. Ik heb geen idee waar het over gaat. U hoeft niet zo naar me te wijzen. Ook zeker niet in deze spastische beweging. Maar ik heb ten eerste heel even uw naam nodig. Gerard. Hey Gerard. Wat zijn jullie aan het doen? Wie bent u? Goeiedag, met Henkie van Henkie's Monteurder. Ik ben in het bijzijn van Henkie van Henkie's Monteurder met Henkie. Oh jee! Ja. Hallo! Hallo! Ja! Ja, goeiedag. Ja. Mijn naam is Rex van de Rex Regisseurs. Ja, ik ben regisseur Rex van de Regisseurs. Goed, we komen meteen ter zake. Yes, meneer Gerard Gerigari-Bori, u mag vertrekken. Kom je niet aangifte doen voor zijn auto? Ja, maar dat mag morgen. Dat mag morgen. Dag. Meneer, ik wil eigenlijk nee. Kunt u hem niet zo op zijn borst laten tikken? Nee, echt niet. Ik ga het mijn part. Nee, ook niet. Echt, wat moet je me opletten? Gerard, ik niet doen. Je fiets nee. Ja, Gerard! Waarom heb je een baksteen in je hand? Ja! Je hebt een bak... Waarom gooi je een baksteen op zijn hoofd? Kunnen we te zaken komen? Jazeker, kom er mee. Sorry, Gerard. Hij is af, hij staat buiten. Ik denk dat we eerst nog even wat papierwerk moeten doen. Oké. Wat waren de kosten? Ik wacht even hoor, 2 seconden. Gerard, hoe... Ah, een bier! Wat? Er is een bier! Hij is terug! Deze bier meneer, is er niet... U bent nu aan het overdrijven. Nee, er is een bier! Nee, vast niet. Jawel, kijk nou maar! Nee hoor, ik zie helemaal niks. Er is een bier! Kijk zelf maar. Hier, ik kan je beloven dat hier een bier... Ik zag echt een bier. Maar goed, 2 goed, euro. Hoe duur is die? Zoveel! Ja, sorry, oké, ik overdreef. 1,50. Oké, nou, vooruit. Even kijken hoor. Kan je het vinden? Ja, we hadden nog wat wisselgeld. Nou, exact. Top, dankjewel. Dat is 1,50 inderdaad. Ja, dat is zeker. Nou, 1,50 was het toch? Ja, doe je de groetjes aan Harry? Dus goed, ik ga... Een bier! Wat? Kijk nou, een bier! Meneer, ik geloof het niet meer. Nee, kijk nou! Kijk nou! Wat kijk, nou? Hier, er is een bier! Waar? Ja. Waar dan? Er liep een bier. Doe je wel voorzichtig ermee, hij is heel snel. En hij is voor Harry, hij is niet voor jou. Ja, nee, maar ik zet hem heel even weg. Pas je op dat je niet op het verkeerde knopje klikt, alsjeblieft. Nee, zeker niet. Oké, goed. Zo. Waarom heb je hem nou daar gezet? Goed, ik ga Harry even halen. Ga jij Harry maar even halen. Oh, dit vind je fijn, hè, bier. Ja, dit vind je lekker, dat wist ik al. We zijn echte vriendjes geworden. Oh, die beer. Beer, het is niet erg hoor. Maak je geen zorgen. Kom maar hier, wij zijn vriendjes. God, hier. Dit vind je lekker achter je oor. Zo. Het is veilig. Hij doet niks. Echt waar? Wat gebeurt er? Ja, hij doet niks. Ik beloof het. Hallo. Dit is je nieuwe auto. Voor mij? Voor jou. Rex, vertel nou. Oh, nee. Oh! Harry! Meneer, wat doet u nou? Dat was niet de bedoeling! Harry, kijk, wat vind je ervan? Rex zei al dat iets buiten wat voor me stond. Wat gebeurt er met de beer? Oh jeetje. Wat doet hij? Ik denk dat hij maar eventjes moet gaan slapen. Slaap! Henkie, ik heb een probleem, denk ik. Ik denk dat je ook een probleem hebt, Rex. Slaap! Harry, slaap! Gefeliciteerd met je nieuwe auto, slaap! Harry. Hoe werkt het? Je moet rijden. Ja. Yeah. En dan op de... Pas op, want er zit een boostknop op. Dan moet je heel voorzichtig mee zijn. Oh, ik ga wel even aan de kant. Dan voorzichtig moet je heel voorzichtig mee zijn. Mee zijn, ja. En als je dan op de rode knopje klikt, dan... Zo! Ja! Bier! Oh. Nee! Harry, je hebt hem vermoord! Ja! Yeah.